Het Nationaal Leger zal worden getransformeerd naar een instituut dat in staat is multifunctionele taken uit te voeren. Dat zei president Chandrika Prasad Santokhi vandaag tijdens zijn bezoek aan het leger in de Mimrimbukku-kazerne. De president zei dat gezien de economische crisis in het land het leger een van de beste instituten is dat een bijdrage kan leveren om deze crisis in te dammen. Het land ten tijde van nood bijstaan behoort ook tot de kerntaken van het leger, benadrukte de president. Het leger zal ook het Korps Politie Suriname moeten ondersteunen, aldus Santokhi. Dat je ook ontwikkelingstaken gaat krijgen naar de Surinaamse samenleving toe. Dat je ook ondersteunende taken zal krijgen naar overige diensten van de overheid. Mijn dames en heren, de samenleving kijkt uit naar het leger dat dienstbaar zal zijn voor het volk. De samenleving kijkt uit naar het leger dat heel dicht bij het volk zal zijn. En we zullen het samen doen. U bent de deskundige. U bent daarvoor getraind en opgeleid. U zult ons samen met de minister de juiste inzichten geven over die transformatie van het leger naar een professioneel leger. U zult ons met uw kennis en deskundigheid de nodige adviezen moeten geven hoe het Nationaal Leger landelijk te reorganiseren, te herstructureren, mede tegen de achtergrond van nieuwe uitdagingen in de wereld. Ook zal het leger een hechte eenheid moeten worden. Hierdoor zullen internationale vraagstukken zoals grensoverschrijdende criminaliteit aangepakt kunnen worden. En dat is wat ik hier zie. Verschillende eenheden in verschillende kleuren. Landmacht, luchtmacht, marine, militaire politie, daarop defensie, ook eenheden. Maar het zijn die kleuren die slechts het onderscheid maken in professionaliteit en dienstonderdelen. Maar die kleuren zeggen ook dat u gezamenlijk die eenheid uitstralen hier zo. Eenheid in verscheidenheid. Zoals we dat ook zeggen van onze Republiek Suriname. Eenheid in verscheidenheid. Dat is wat we van jullie nodig hebben. Die eenheid moet verder bevorderd worden. De eenheid moet verder versterkt worden. En daar waar de eenheid kleine deukjes heeft opgelopen, daar waar die eenheid kleine beschadigingen opgelopen hebben, dan gaan we dat repareren. Of het dat nou ligt in het bevorderingsbeleid, of dat nou ligt in het benoemingsbeleid, of dat nou ligt in een carrièrebeleid, we gaan dat herstellen. President Chandrika Prasad Santokhi vandaag tijdens zijn bezoek aan het Nationaal Leger. Hij heeft aangekondigd dat het Nationaal Leger getransformeerd zal worden tot een multifunctioneel instituut.